Ik vind soms het zicht hier van een patiënt met een infuuspaal en dan een sigaret in zijn mond, vind ik soms zo raar zicht als je daar langs loopt. Wij moeten ervoor zorgen dat rokers buiten blijven en ze mogen niet op het terrein roken. Dat is vanaf 1 oktober ingegaan. Bij de ingang, hoofdingang, waren wel mensen die boos werden. Ja, nee, kom mij niks zeggen. Je hebt wel mensen die het een beetje moeilijk vinden, maar ze werken uiteindelijk toch wel mee. Ja. Waarom zou je niet mogen roken? Kijk, nou moeten de gasten die hier werken, moeten ook helemaal naar de weg toe om te roken. Ja, dat vind ik gewoon belachelijk, slaat nergens op. Ik snap, roken is niet goed voor je, maar ja, zoveel dingen zijn niet goed voor je. Ik vind het goed. Ik vind het een goede ontwikkeling. Het is een ziekenhuis, dus ja, weet je, je ziet het natuurlijk overal, steeds meer in de openbare ruimte. Dus ik vind dat je daar als ziekenhuis gewoon in mee moet gaan. In een restaurant, café, dat kan ik me voorstellen, maar niet hier in de buitenlucht. We geven snoepje of een pin. Gaf ik die meneer, nee, ik hoef het niet te hebben. Ga die mensen die dit bedacht hebben en zo. En ja, ik loop weg, want we mogen niet in discussie gaan met ze. Het probleem is dat je rook bij de ingang wil verwijderen. Je concentreert het nu bij het bruggetje. Dus daar klagen mensen nu over, blijkbaar. Die andere man die boos werkt voorin is een patiënt die hier ligt. Dus dan, ik vind het wel erg voor hun. Ik dacht dat het ziekenhuis iets voor hun bedacht hebben, maar ik vind soms het zicht hier van een patiënt met een infuuspaal en dan een sigaret in zijn mond, vind ik soms zo raar zicht als je daar langs loopt. Ik vind dat flauwekul, ondanks dat ik niet roker ben. Ik ben nog niet weggestuurd, dus ik blijf gewoon hier roken tot ik word weggestuurd. Als je rookt, wil je gewoon roken natuurlijk, en dan ga je het ergens anders doen. Het kan misschien, omdat het nou zoveel moeilijker is, misschien een stimulans om te stoppen. Maar uiteindelijk moet je voor mij ook echt willen stoppen, om te kunnen stoppen.